Pieter is onze stadsboer, of stadsboerderij, dat leg ik het zelf wel uit. Ook een van de mensen van het eerste uur wat het IBA-project en het Gebroken Bos betreft. Pieter heeft ook een geweldig verhaal, op een hele andere manier dan de burger het ziet. Bij jou zit ook een economische component er vast, maar zeker zo groen als het andere. Pieter, the floor is yours. Alsjeblieft. Ja, Pieter Aarkes, fijn dat ik even mijn verhaal mag doen. Te beginnen, ik heb een landbouwbedrijf aan de binnenring, zou ik zeggen, genoeg Sigranengroep in Baarnweg. Oorspronkelijk hadden wij eigenlijk vooral aardappelteelt, nog steeds. Eigenlijk, we hebben ieder jaar 1000 ton aardappelen. Dat was eigenlijk onze core business, zeg maar. We hadden nog een loonwerktak nemen dus. En we doen sneeuwschuiven tegen voor de gemeente, voor de RD4. We deden wat landschapsonderhoud. En eigenlijk op het moment, dat was volgens mij in 2009, toen kwam de vraag van of we niet de zonnebloem wouden zaaien in MSP. Ik had een beetje lager staan, want hierboven straks zo'n picture. Beetje tegen de muur aan staan, hebben we het houvast. Toen kwam de vraag of we niet zonnebloem wouden zaaien in MSP, waar eigenlijk slooplocaties waren voor flats te slopen. En ja, dat was het idee om samen met de school zonnebloemen te zaaien, zodat er mooi tussentijd zeg maar een begroeiing was. Dat hebben we dus als eerste plan aangepakt eigenlijk, ja, ik vond dat een beetje raar, of ja, niet raar, maar ja, het was eigenlijk ja, toch wel leuk dat zeg maar als boer in de wijk daarvoor gevraagd werd. Vervolgens kwam dus eigenlijk, de vraag bij de Aldehovenhoek of ik daar ook wou deelnemen, zeg maar. Of ik daar ook natuurlijk wat bloemen wou zaaien en zo. Maar ik schrok nog wel toen ik daar eigenlijk kwam, dus was eigenlijk de opening die dacht of ik met de tractor wilde komen. Toen ging ik over een poort langs de straat waar mijn foto's op stonden. Ik denk, oei. Zo hetzelfde schrok ik net ook toen ik buiten kwam, dus dat kwam mezelf ook tegen. Dus denk ik. Ja, uiteindelijk hebben we dat dus een jaar onze medewerking aan verleend. Toen kwam in de pas, daar hadden ze de flats gesloopt, of we daar graan mogen telen. Ja, daar hebben we ook aan meegedaan. En ja, gaandeweg kreeg er eigenlijk lol aan, zeg maar, voor met mensen te werken, voor ook uit te leggen van ja, wat je als landbouw doet en wat er allemaal gebeurde. We hebben daar graan geteeld, dus ja, ik dacht toen het graan rijp was, weet je wat, dan maai je maar af, wat moet je met het graan? Nee, dat moest geoogst worden, dus ik de loonwerker gecharterd, we hebben daar zeg maar even moeite moeten doen voor de plek te komen met de maaidorser. En er was een school, tegenover de Paulusschool, en toen hebben die kinderen zeg maar, hebben dus naar buiten gehaald en hebben dus laten zien hoe dat allemaal werkte, eerlijk gezegd. En ja, toen zag je eigenlijk dat de kinderen geen enkel idee hadden waar het voedsel vandaan kwam. Vervolgens kwam het idee voor een MSP ook groenten te telen met buurtbewoners op een voormalig voerveld. En dat heb ik ook opgepakt. En ja, dat was eigenlijk een leuk initiatief. Met een paar, met een stuk of 5 of 10 mensen hebben we dat groenten telen opgepakt. Vervolgens kwam het IBA kwam ook voorbij. We hebben een project ingediend voor het hergebruik nemen van braakliggende stukken terrein. En ik ben al sinds, ik schat 2011, toen eigenlijk het Gebroken Bos, het Gebroken Bos werd gevormd. Toen heb ik eigenlijk al deelgenomen aan de informatiebijeenkomsten daarover en ook kijken hoe het project opgepakt kon worden. De eerste insteek was eigenlijk voor dan een Intrek-project van te maken. Dus er stond zeg maar, een hoop geld vanuit de Europese Unie. Intrek wil zeggen dat je in meerdere landen met verschillende steden samenwerkt. Maar uiteindelijk is er niks uitgelopen. Hebben er heel veel energie in gestoken en eigenlijk is er eigenlijk geen beloofde pot met geld niet gekomen. Maar aan de hand van het Gebroken Bos, die dus wel samengesteld is, werd ook in kaart gebracht de mogelijkheden van het stadslandbouw. Dit is mijn bedrijf, of het gebied waar mijn bedrijf ligt. En al lezende in die atlas kreeg ik ook het idee van, hey, verrek, misschien is dat wat voor mij. Ik had al kennis gemaakt met buurten, zeg maar, met al die projecten. En ik had er wel lol aan dit soort dingen. Ja, dat stond dus ook bijvoorbeeld in de boer als service provider. Staat hier de strijd bijvoorbeeld genoemd. En dat is de boer als service provider, dus dat je zeg maar, een soort landbouwbedrijf hebt waar je dus eigen producten maakt voor de streekproducten. Maar ook uitleg geven aan de bewoners van wat je eigenlijk doet en ja, hoe zeg maar, het voedsel geproduceerd wordt. Toen hebben we eigenlijk besloten ook dat we met koeien zouden beginnen. We hadden vroeger al koeien gehad, maar tot de melkquotering zijn we ermee gestopt eigenlijk, omdat we niet genoeg quotum hadden.
En uiteindelijk had de EG gezegd van 1 april 2015, dan gaat de melkquota weg. Dus dan mocht je weer gaan melken. Ik had altijd gezegd van we gaan een keer koeien melken. Dus dan hebben we in 2014 hebben we kalfjes gekocht, die dus eigenlijk zeg maar rond 2015, 2016, zeg maar rond deze periode in de melk zouden komen. En dan hadden we een stal verbouwd, zo'n soort skybox konden maken, dit principe eigenlijk, waar je dus ook mensen kunt uitleg geven. En zeg maar met zicht op de koeienstal. Vervolgens hebben we een inrichtingsplan gemaakt voor ook wat mooie in te kleden bedrijf met groen en het hele gebeuren. We hadden ook de plannen voor een soort restaurant aan te bouwen, waar je ook dus met die producten gaat koken en verwerken en dan ook zeg maar een soort opdienen aan de mensen, dus ook omdat daar het grootste verdienmodel in zit eigenlijk. Je kunt meer verdienen aan producten die je gebruikt en daar eten van maakt, dan aan zeg maar, zo de producten zo te vermarkten. Dus boven zie je de situatie die denk ik rond 2013 was en rechtsonder zie je de situatie zoals die vandaag de dag is. Ja, waar zit de clue eigenlijk in? Het zijn twee identieke zelfde pakken, of niet dezelfde pakken melk. De links is van Capina en de rechts is bij de Aldi. Ik ben toevallig in de Capina fabriek geweest en er was eerst de linkse pakken vullen. Op een bepaald moment gingen ze de pakking vervullen, was de verpakking op en dan ging deze rechts erin. Dus het was identiek dezelfde melk. Maar die linkse betaalde iedereen 20 cent meer voor. En dan deed je dus eigenlijk van, ja, wat is er dus? Je betaalt eigenlijk gewoon een soort, zeg maar, een soort reclame, een soort gevoel betaal je dus. Ik zal maar zeggen, als een groep slippers loopt die in een zwembad duikt, dan betaal je dus 20 cent extra voor. Ja, dat is gewoon de kloof vraag. Dus vervolgens, ja, daar heb ik ook gedacht van, dat is natuurlijk... Daar ligt natuurlijk de clue. Je moet zeg maar een soort merk maken. Je moet eigenlijk je eigen producten proberen... mensen zover te krijgen dat ze daar wat extra geld voor betalen, want kleinschalig geproduceerd kost niet meer dan grootschalig geproduceerd. Toen ben ik gevraagd of ik hier met een koe wou komen, hier aan de overkant, toen was de opening. En ik voel me nog steeds een beetje schuldig over, want er kwamen een paar journalisten van de krant en die begonnen met mij te praten. En smaken stond eigenlijk dit in de krant, dus dit was dan de opening van het dierenpark, en het ging eigenlijk helemaal over mijn koe en mijn gebeuren. Ja, toen was ik bij elkaar nog wel over project aan het praten van het voetbalveld MSP. En ja, toen zaten we daar dus in de Breek en in Schandere-Molenstraat. En dan ligt een mooi stukje veld naast. We zeiden, we kunnen hier een koeien jagen. Ik zei, dat kan zeker. Dus de dag daarna hebben we daar een paar koeien op gejaagd. En ja, dat was ook een heel mooi project. Ondertussen kwam van de LNTP, die wou wat met producten gaan doen. Met verbreding, zeg maar, andere gewassen telen, die hoge energie en zo. Dus die hadden me gevraagd om een proefveld aanleggen. Dat heb ik dus gedaan bij mij naast de boerderij. En daar hebben we ook hennep geteeld, maar dat was gewoon vezelhennep. Ja. Maar ja, op een bepaald moment hadden dus een paar slimme henkies. Die dachten dus dat ze daar zich wel even meer stoom konden krijgen. Dus die begon eraan te knippen. Vervolgens heb ik dus de krant gedaan en daar een leuk verhaal van gemaakt. En zo krijg je publiciteit dus. Hetzelfde hebben we met die groententuin hebben we dus gedaan. Van ja, op een bepaald moment hadden we de groenten, waren dus rijp, zal ik zeggen. Ik zeg, we gaan de burgemeester gaan we een paar groenten aanbieden, zo krijg je weer een persmoment. Dan komt de pers op af, dus krijg je een paar leuke foto's. Hele leuke foto's zelfs. En ook dat werkt wel mee. Ja, wat ik zeg, uiteindelijk zijn de fruitfabrieken, die zien dat ook. Die denken, hey, die ergens, die komt veel in het nieuws, die moeten we ook hebben. Die willen bijvoorbeeld op de verpakking hebben staan. Dus dan komen ze op met een verhaaltje van oma Smulfried, dat die van mij op de boerderij komen. Ja, en zodoende kom je dus ook een heel op de markt te liggen met een paar koeien. En ik had er een uurtje gestaan met die koeien, en een uurtje of twee gestaan met die koeien. Ik denk, stond er maar de hele zaal. En toen ging die koeien liggen, ik denk, weet je, dat doet je nou, je moet erbij liggen. Ja, vervolgens krijg je zo'n mens, ik denk, een paar andere foto's gemaakt. Ik denk, verrek, dat is het, hè. Ja, zo werkt het gewoon. Als mensen zien van, je ligt in bed voor de koeienknuffel, denken ze, hey, verrek, die is goed met zijn producten bezig. Dus dan kun je ook de afzetmarkt creëren op die manier. Ja, uiteindelijk hebben we dus, deze presentatie heb ik als Hans gebruikt, als het deze sheet erin. Uiteindelijk hebben ze met onze feestappel ook meegedaan aan Ransdal, dat was een almaptrip. Daar hebben we 20 koeien hebben die net gespeeld als die uit de Alpen kwamen. Oh, ja. Goed. Even terugkomen, wat is het grootste probleem waar ik tegenaan loop? Ik loop vooral tegen het probleem van de overheid af en aan, de centrale overheid. Er is gezegd geworden door de EU, we schaffen 1 april 2015 schaffen het melkquotum af.
Vervolgens begint dus heel Nederland beginnen koeien te melken als een stelletje gekken. En uiteindelijk zijn ze twee, jullie dus net drie maanden na, zeggen, oh, dit gaat helemaal mis, we stoppen vanaf nu, mag je geen koe meer erbij houden. Dus ondertussen heb je wel je financiering rond, een paar ton geïnvesteerd, en je bent net op weg met 20 koeien te melken, en dan komt de overheid en zegt, vanaf nu te stoppen. Ik denk, dat kan ik wel zeggen. Maar dit blijkt dus wel de waarheid te zijn. En vervolgens krijg je een knelgeval erin, want ze zeggen, ja, als je net begonnen bent met koeien melken, dan word je misschien een uitzondering. En dan een half jaar daarna schreef ze die knelgevallenregeling ook al weg. En vervolgens voor het compleet te maken schrappen ze een paar maanden na de hele regeling weg. En ik weet niet of jullie gisteravond het nieuws gezien hebben, maar ze zijn dus nu vandaag zijn ze nog aan het onderhandelen wat nou in de plek ervoor komt. En het zijn rechten die kun je veranderen, die maken ze veranderbaar. Dus als je nou een koe wil melken, moet je 5000 euro betalen alleen voor het recht voor die koe te mogen melken. Ja, dus dat, zo gebeurt dat. Maar ja, goed. En ja, maar, en, ja voor ons... Met de gemeente, ja. Ja, heb je even, zou ik zeggen. Ja. Ja, kijk, de ambtenaren doen allemaal een ontzettende best. En dat begrijp ik ook wel. En ja, sommige ambtenaren zijn wat strikter als andere ambtenaren. De ene ambtenaar probeert je zo goed mogelijk te helpen en probeert wat creatief te denken. En die loopt dan ook binnen het huis tegen de muur aan van de andere ambtenaar. Die denkt, nou wacht even, dit is mijn pakje aan. En dit is mijn verantwoordelijkheid. En daar kom je niet aan. Ja, dat zijn de dingen waar ik tegenaan loop. Vooral vastgoed en grondgebruik, ja, dat is op zich natuurlijk een heel drama, vind ik zelf. Want ja, voordat je iemand vindt die uiteindelijk kan vertellen van daar ga ik over, ja, dan ja. Ik heb soms het idee dat als de ene ambtenaar meewerkt, dan gaat de andere gaat tegenwerken. En denkt van, oh wacht, moet dat maar niet te soepel gaan, hè. Dat zijn mijn ervaringen. Goed, ja, ik denk dat een beetje het verhaal samengevat heeft.